Het Dortsuk Sing Popcor heeft de halve finale van Holland's Got Talent behaald. Ja, we waren hoog. We wilden graag door naar de finale natuurlijk. Dus daar hebben we ons best voor gedaan. Wij zijn een pop-rockkoor met de nadruk op rock. Dus wij doen het liefst alleen maar lekkere, stevige rocknummers. En wat onderscheidt jullie nou van de rest? Ja, ik denk ook wel de muziek. De energie die we uitstralen en de muziek die we zingen. Dus de stevige rock, zeg maar. Het koor bestaat uit 53 leden. Het is niet een kwestie van zomaar even een liedje zingen. Veel repeteren. Erg veel repeteren. Het is maar 2 minuten wat je mag zingen. En dat nummer hebben we echt herhaald. Extra repetities ingelast en zo. Dus, en de choreo die erbij zit, die moest natuurlijk ook flink geoefend worden. Dus aardig zijn we bezig geweest, ja. Mocht Xing Popcor het programma winnen, dan weten ze in ieder geval al wat ze met de prijs gaan doen. Ja, dan krijgen we €25.000. En daar gaan we een heel mooi concert van geven in Dordrecht. Dus dat concert dat staat al gepland. Volgend jaar, 2018, 23 maart begint het. In Bibelo, Mainstage. 3 concerten. Nou, dat kost wat geld. Dus daar gaan we het aan besteden. Ja, en natuurlijk ook workshops en alle voorbereidingen. Vanavond om 8:30 is de halve finale te zien op RTL 4. Het commentaar van de jury, denk ik. Ja, daar moet je zeker op letten. Dat was wel leuk. Come.